Het is de 10e burendag. 131 buurten doen hier al aan mee. Ik ga even navragen hoe dit werkt in de stad Geleen. Dan kan ik natuurlijk alleen praten voor Geleen-Zuid, de wijk of Geleen-Zuid aan de Kluis. En voor Geleen-Zuid aan de Kluis brengt dit toch een stukje bekend worden met de buren, met de mensen om je heen. En vooral omdat hier heel veel nationaliteiten, heel veel mensen met een verschillende achtergrond wonen, is het heel interessant om een gemakkelijk toegankbaar evenement neer te zetten waar mensen met elkaar in gesprek komen en elkaar leren kennen. In 2006 heeft Douwe Egberts de Burendag in het leven geroepen. Vanaf welk moment is dat begonnen voor Geleen? Voor ons in ieder geval, ons wijkplatform, is dit de eerste keer. Omdat we toch altijd op zoek zijn naar organisaties die dit soort initiatieven willen steunen. En wij maken nu gemakkelijk of dankbaar gebruik van de gelegenheid die ons geboden wordt om zoiets neer te zetten. De gedachte is om de buurt socialer te maken, veiliger te maken en leuker te maken. Wat doet het wijkplatform hiervoor? Wij doen daar heel veel voor. Want als wijkplatform opereren wij toch als ogen en oren van de gemeente in de wijken. En informatie die wij binnenkrijgen, ook met dit soort gelegenheden, gebruiken wij in onze overleggen met de gemeente en ook alle instanties die hier in de wijk opereren om beslissingen te ondersteunen. Ook qua veiligheid? Natuurlijk. Dus vergeet niet dat wij hier in Geleen-Zuid aan de Kluis de eerste wijk zijn waar buurtpreventie is opgericht. Onder andere. Hè. En dat maakt het ook voor ons, mij persoonlijk ook, interessant om dit soort dingen te combineren. Is het de eerste keer dat je staat met een kraampje op de Burendag? Ja, voor ons is het de eerste keer. Ik heb het nooit eerder gedaan, maar het is wel heel leuk. Nieuwe ervaring. Ja. Het genot van een heerlijke kop koffie. Contact leggen. Hoe is dat? Hoe voelt dat voor u? Ja, ik vind het weer gezellig. Hè? Voordat de winter komt, zie je weer een hoop mensen uit de buurt. Ja, ik ben weer heel blij dat het op het veldje is. Andere jaren was het heel gezellig. En dit is het eerste jaar dat het in het voorjaar niet was. En nou dit georganiseerd is, vind ik het echt weer leuk. Ik hoop dat het weer groter wordt. Ja. Waarom vandaag Burendag? Ja, Burendag is een initiatief van de gemeente, van het land. En de wijkplatform speelt een hele belangrijke rol om een sociale binding te krijgen met de buurt. En het is een goed initiatief om de mensen zeg maar, bij elkaar te brengen. Dus op zich een heel goed initiatief. Vindt u de Burendag een goede opzet in verband met veiligheid, vertrouwen voor de buurt? Dat is zeker een goede opzet en dat is ook een basis dat je een beetje een cultuur van smeltcultuur samen krijgt. En dat je ook wat leuke dingen samen kunt doen. En dat je natuurlijk ook samen kunt waken over de veiligheid in de buurt. En dan hopen we daar hier een beetje een basis mee te kunnen leggen. Nou, de buurt stelt er wel prijs om zeg maar, die sociale binding te krijgen met elkaar. Laatst hebben ze nog gevraagd om zeg maar, een informatieavond te krijgen voor Gemmelot. Wat speelt er nou in de buurt qua veiligheid? De problematiek qua veiligheid is toch behoorlijk enorm. Het is niet onveilig, maar het speelt wel. En bepaalde problematieken in de buurt zijn als overlast van elkaar, van te hard rijden, soms wat drugs. Ja, dus de gemeente, de wijkplatform, de woningcorporaties moeten elkaar vinden om samen dat probleem op te lossen. De overlast, zei hij. Wat wordt daar specifiek aan verbeterd? Nou, we zijn wel met de gemeente en het wijkplatform bezig om te kijken hoe kunnen we die overlast oppakken. En het kan zijn buuroverlast, maar het kan ook zijn drugsoverlast, te hard rijden. Overlast van onderhoud van de straten. Dus het totaal willen ze gewoon samen oppakken. En dat is een heel goed initiatief met de buurt. Voelt dat voor u ook veiliger? Ja. Heel veel hier. We wonen daar, we gaan dadelijk met de buurvrouw op vakantie. Dus ja, al 46 jaar dus wonen we daar. We hebben allemaal contact daar. Ja. Dus de veiligheid is goed gesteld bij u in de buurt? Ja, voor mij wel. We wonen naast het bejaardenhuis, dus ik vind het wel goed. Heel goed. Het wordt hoofdzakelijk opgevangen door vrijwilligers? Het zijn allemaal vrijwilligers bij het wijkplatform.
En ze doen aan de burendag. Ze hebben een jaar van de wijk. Ze hebben een school met elkaar, samen met de partners, om één keer per jaar te kijken, ja, wat speelt er. Ze hebben informatieavonden. Dus het is een totaal breed pakket. Ook doen ze heel veel met jeugd. Hoe kunnen we de jeugd binden aan de wijk? Hoe kunnen we ook de jeugd weer een plaatsje geven in de wijk? Hoe kunnen we zeg maar de allochtonen hier in de buurt bij elkaar brengen? Dus dat is een totaalpakket wat men wil aanbieden aan de wijk. U heeft ook al iets gekocht? Ik heb nog niks gekocht. We komen net met de vrouw. We komen hier kijken. Dus het is nog niet zo druk. Dus het komt nog wel.